Is heel erg. Ik ben lekker K3 wel zo met het groene blauwe. Oké. Hoi allemaal, we hebben vandaag een video voor jullie en we gaan de Wat zit er in mijn mond challenge doen. We hebben, ik zal eerst even voorstellen. Dit is Kiki, mijn oudste nichtje. En dit is Isa. En dat is mijn jongste. Nee, eigenlijk niet. Oh, we hebben het wel. We hebben dus allemaal vier etensdingen of drinkdingen in het huis gezocht. En Isa heeft van thuis meegenomen. En er worden dus... Oh, ik moet nog een blinddoek pakken. Maar er worden dus twee mensen geblinddoekt. Dus stel ik blinddoek Kiek en Is. En dan moet ik dus iets uit mijn zak, want we hebben allemaal een zak met ons etensdingen, moet ik hun dus laten proeven. En dan moeten ze raden wat het is. En zo kunnen we allemaal punten verzamelen. We hebben ook een glaasje water en een bakje voor als we het niet lekker vinden. Oké, we hebben een blinddoek gepakt. En... Of nou, gewoon een theedoek, maar ik ga een blinddoek gebruiken. En even een bekertje, want Isa die heeft dus blijkbaar iets te drinken. Dus ik ga nu als eerst Kiek en Is blinddoeken. Dan ga ik als eerst mijn eten geven. Is er echt iets wat jullie echt niet lusten? Groenten. Groenten? Helemaal mee eens. Iets specifieker iets? Nee, niet echt. Ja, vis. Ziet hij goed zo? Ja. Ja, en champignon. Vis en champignon. Ja. Okay. Ik dus ook geen champignons, dus dat kan mooi uit. Maar ik heb dus iets gekozen waarvan ik denk dat jullie dat ook hebben. Of nou, Kiek niet, want dat hebben we niet twee keer in huis. Want Kiek heeft bij mij gestopt, maar ik denk dus dat Isa dat ook is. Okay. Maar oké. Okay. Zijn jullie bang? Ja. Zou ik lief beginnen? Ja, dat doen we wel. Oké. Ik begin met dit. Ik weet niet eigenlijk of je het kan zien. Ik denk het niet. Maar ik zal hieronder wel gewoon neerzetten wat het is. Want ik kan niet heel hard roepen wat het is. Oké. Okay. Allebei jullie lepeltje. Ja. Oké. Okay. Kiek, doe je hand maar omhoog. Dan geef ik je alleen het lepeltje. Je hoeft nog niks te doen. Ja, maar vast. Oh ja, ik heb hem. Inschrijf maar je hand. Ja. En doe maar tegelijk in je mond. 3, 2, 1. Domme! Ik heb hem niet helemaal. Welke? Dat moet je doen. Gadverdamme. Gadverdamme, hè? Dat is niet lekker. Dat is niet lekker. Ja, dat is toch. Dat is zo'n salade. Ja, zo'n rundvleessalade. Hmm. Of zo'n koekje dat je moet doen. Nee, okay. Nee, dat is niet lekker. Oké, wat denken jullie dat het is? Wat is je beslissende antwoord? Nou, iets met vis. Oké, ik denk zo'n rundvleeslaatje of zo. Rundvleeslaatje? En die? Is een ui. Ui? Ja, ik weet het niet. Nee, ik denk hetzelfde als Kiek. Ook zo'n klein slaatje. Ja, zo'n salade dingetje. Oké, doe je die blinddoek maar af. Kijk wat het is. Eiersalade. Oh. Goddamme. Je zit me even de mond veranderd. Ik zeg gewoon heel wat lepeltje in één keer in de bakken. Ik ben bijna. Oké. Nummer 1, jullie hebben dus allebei gewoon dit goed. Ja, drink maar allebei lekker verder hoor. Oké, volgende. Twee papier schaar tussen jullie twee. Gelijk het eerste potje telt. Oké. Oh, moeten wij eerst nog een doeken? Oh ja, dat is wel handig, ja. Een kopen. Oh mijn god, ik ben echt heel bang. Ik ook. Want kijk, hier thuis weet ik wat we ongeveer hebben. Dat we geen sandwich spread of... champignons hebben, maar Is heeft het van thuis mee, dus ik weet niet wat er bij Is allemaal thuis staat. Nou, ik heb gehoord dat ze bij Is heel veel courgette volgens mij eten. Eeuw, ik wil echt geen courgette. Maar Is heeft ook iets uit de vriezer. Hier, ik heb dit. Ik ga gewoon onder in beeld zetten wat het allemaal is hoor, want ik denk niet dat je het heel goed kunt zien. Ik weet niet of je dit met een lepel. Ja, ik denk het wel. Want dat komt dus met een lepel. Oh, dit komt uit de vriezer toch? Ja. Is dit het vriezer? Ja. Oh mijn god, dit is sowieso tonijn of zo. Nee. Oh nee, hè? Fleur. Ja, wat? Oké, doe haar even Kiek. Kiek je hand. Ja. De hand. Gaat ze plat op haar hand? Nee. Hey, je moet je lepeltje vasthouden. Maar we moeten het wel tegelijk proeven, hè? Oh, ik vind het echt heel erg. Ik ga echt weer een klein hapje nemen. Ik krijg hier echt buikpijn van. Ik kan geen klein hapje nemen. Het is gewoon één grote broek. Broek? Eww! Eww!
Ik durf echt niet. Dat is niet echt zo vies. Ja, mag ik het eerst voelen? Ja, je mag het voelen voor mij. Waar is het? Waar is mijn... Wat is dit? Dit is vis of zo, hè? Nee, dat is de vierkant. Ja, een ijsblokje misschien. Hè? Oké, okay, laten we maar gewoon proeven. I, stel maar af. 3, 2, 1. Zusselijk. Het smaakt naar aardbei. Ik durf dat ik niet te eten kan. Ik weet niet. Maar het is gewoon bijvoorbeeld fruit. Ik denk bijvoorbeeld mango. Ja, het is mango. Ja. Heb je het goed? Ja. Oh, ik dacht echt dat je ons geen lijn kon geven. Nee, zo'n slecht woord. Oh, ik dacht dat echt. Dacht jij dat ook? Nou, ik dacht een blokje tonijn bestaat niet. Nee, ik ben aardig begonnen. Oh, dit was best lekker eigenlijk. Ja. Oké, kietjes aan de beurt. Oh, ik moet hem weer op, hè, natuurlijk. Oh, mijn godje. Oké, maar ik dacht echt dat dit nou een blokje tonijn of zo. Weet ik wat heb je met tonijn? Ja, ik was echt bang, want ze deed in de vriezer. Oh, okay. Zal ik dan ook bij jullie beginnen? Ja. Dan heb ik ook wel jullie lepels nodig. Oh my god. Kiek gaat echt niet lief zijn, denk ik. Maar ik vond, ik dacht ook eiersalaat is heel lief, maar iets vond dat dus heel vies. Nee, ik vind echt niet, ik vind de salade wel lekker. Echt niet? Nee. Ook niet op een broodje? Nee. Oh. Oké, Ies, je moet hem echt heel goed recht houden. Oh, wel. Ja. Mogen we er ook naar ruiken? Nee. Oké. Ah, shit. Ja? Nee, we moeten recht gaan. Recht. Wat is recht? Dan. Ja, oké. Okay, 3, 2, 1. Honing! Ja, grap. Oh. Oh, ik heb hem helemaal opgegeten. Dit vind ik best lekker. Mag ik hem afdoen? Ja. Dit was oprecht best lekker. Ik proef dit gelijk. Oh, die was echt lekker. Oh, lekker. Honingje. Oké, okay, we gaan wel de punten bijhouden. Hoeveel punten hebben we nu? Ik heb er 1. Ik heb er 2. Ik heb er 0. Heb je er... Deze had de honing nou. Oh ja, 1 dan. Ja. 1. Ja. Oké. Okay. Nu kies ik voor jou. En voor Ies. Waar is mijn zak? Oh, hier. Ik vind het echt heel leuk. Niet? Ik wel. Ik vind het echt eng. Ja, het is wel een beetje eng, want je weet niet of het gaat komen. Oké, okay. Oh, ik heb hem nog niet. Heb je hem? Ja. Oké, okay, nu heb ik dit. En ik vind dit niet lekker, maar er zijn heel veel mensen die dit wel lekker vinden. Hè? Maar ik weet echt niet of jullie dit lekker vinden. Oh, jullie mogen het niet ruiken, doe even in je neusje. Oké, ik ga ze niet zo'n groot stukje geven. Ik ben wel lief. Oké, ik doe het in jullie mond, oké? Oh, ja. Anders kunnen jullie al voelen wat het is. Oké, hoe ga ik dit doen? Oké, mond ook al bij. 3, 2, 1. Is dit schimmelkaas? Nee. Ik vind het echt heel goed. Nee. Iets van rookkaas of zo? Nee. Hè? Oh, ik vind het echt niet. Godverdomme. Vond je het uitspugen is? Nee, ik zoek het wel. Het zijn lekker. Weet je niet echt niet? Ga je ook geen poging wagen? Oh, dus, ik zeg schimmelkaas, maar dat is het niet. Jij, Kiek? Ja, ik zeg ook iets van. Nee, ik zeg gewoon rookkaas of zo. Rookkaas? Ja, okay. Rookkaas of zo. Oké, okay, doe maar af. Dat is komijnkaas. Smeltkaas 40 plus komijn. Godverdomme. Ik vond het echt heel vies. Ik vind het ook echt niet lekker. En het stinkt ook echt van uren wind. Ruik.
Ew. Moet je niet uitspugen iets? Nee, ik heb het al doorgezien. Nee, drinken. Oké, allebei geen punt. Jammer, maar helaas. Oh my god. Had je me, Nikki? Ja. Nee. Sorry. Oké, ik heb nu dit. Oh, misschien een schaar of zo. Ik heb echt geen idee wat het is. Klinkt als zo'n zakje voor je salade of zo, weet je? En het klinkt als poeder. Ja. Oh, het is met een lepel. Ja, het is een lepel, ja. Denk je dat je poeder in je handen krijgt, Kiek? Nee. Ik hoop dat het een snoepje was of zo. Zul je nog eens wat zout of zo? Oké, Fleur. Is het recht? Ja, 3, 2, 1. Suiker! Nee. Vernieuw je suiker. Ah ja, vernieuw suiker. Toch? Ja. Oh yeah. Zeker dat Dr. Oetker drankje. Ja, zo'n oranje. Ja. Oh, dit was echt lekker. Ja, dit is echt een leuk beetje. Ja. Oké. Next one. Oh. Oké. Ik denk dat ik nog nooit zoveel verschillende dingen op een dag heb gegeten. Nou, ik heb dit. En ik denk dat jullie het wel lekker vinden, alleen ik weet niet of het zo lekker is. Zo puur. Je moet even je neus dicht doen. Moet je eruit zetten. Ik zal niet zoveel doen, want dat lijkt mij niet lekker een hele hap. Of ga je iets schrijven? Ik voel gewoon dat het lang duurt. Oh, het zit op een lepeltje. Ja, 3, 2, 1. God, oh, wat is dit? Spuren wij dan? Ik ben je een kind. Het proeft een beetje als de geur van nagelcreme. Volgens mij, het proeft naar kaas en boter door elkaar heen. Ja, het is ook heel. Is het vis? Nee, het is geen vis. Is dit. Is dit zo'n wat je op een stokbrood doet of zo? Eeuw, het stinkt ook. Ja, wat? Oh, wat doe je op stokbrood? Dat boter met zout. Nee, want ik proef geen zout. Nee, ik ook niet. Het is ook geen patourijn, want dat is wel olie. Nee, wacht, dat is geen. Aioli! Ja, dank je. Is aioli? Nee. Oh. Oké, we hebben nu al geen punt meer, maar we hebben al geraakt. Mag ik kijken? Ja. Heb je een DM? Oh, ja. Eeuw! Heb je dat zo op mijn mond gedaan? Gadverdamme. Normaal op mijn broodje vind ik dit wel lekker. Ja, ik had echt een heel klein beetje. Eeuw. Ik ga hem even dubbel van, want anders zie ik dat viesje. Zo. Ah. Nou, ik weet niet of je kijkers hier zo gelukkig voor worden. Is deze nog wel goed? Het zag er echt smerig uit. Deze is maar tot de tweede goed. Het is vandaag de 5e. Oh. Ja, ik wil het gewoon vergiftig. Heb je toch vergeten iets? Ja. Jij zei, je mag alles pakken uit de kast, uit de koek, dat is geen uitlaatje. Ja, weet ik wel dat het niet meer goed is. Het is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld. Oké, nu ben ik aan de beurt, toch? Ja. Oké. Ik ga jullie nu eentje geven die ik echt verrukkelijk vind. Heb ik die gepakt eigenlijk? Ja. Ik denk dat jullie deze ook wel allebei gaan halen. Oké, dit is het volgende wat ik ze ga geven. En ik vind dit echt heel lekker. Oren dicht! Ja.
Dicht. Ja. 3, 2, 1. Oh, pesto. Ja, pesto. Ja! Vind je dit niet lekker? Nee, niet los. Nee, niet zo. Echt niet? Nee. Gadverdamme, Fleur. Oh. Ik kan dit echt zo los eten. Ja, en pasta vind ik het lekker. Jezus, boos. Ze wordt niet boos als ze ook bedorven filet in de bakjes krijgt. Maar een beetje pesto, maar. God. Dit kan niet. Dit kan niet. Ik vond het wel lekker. Wil je een beetje water voor mij doen? Oké, nu ben ik er. Ja. Hoeveel moeten we nog? Ik zie er echt geen genoeg. Ik heb hier dan nog maar eentje. En Is? Ik heb, na deze heb ik er nog één. Oh joh. Oké, ik weet niet. Oké. Deze is volgens mij best wel vies. Oh my god, echt een haartje. Niet zo veel. Kijk, niet veel is vies. Maar ik heb dit. En als het veel is vies, dan moet je niet veel doen. Nee, dat snap ik. Oké, en je moet je neus dicht houden. Oké, de camera was weer uitgevallen. Maar we gaan nu weer verder, want Is die aan de beurt. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Oké, Fleur en Kiek, je moet een heel recht houden. Oh, ja, dan werkt dit echt niet goed in, hè? Dit zo? Ja, dit is toch niet recht? Dit is schuin. Nee, dit is echt recht. Oké. Nu kijk er even op. Bedankt. Oh. Ja, zo is het recht. Ja, 3, 2, 1. Waar is het hier op? Ja, daar. Hè? Ja, daar. Hé, wat is dit? Fleur, er zit nog meer op. Het is niet vies. Nee, te veel wel. Wat is dit? Ik denk van een vanille. Ja, van dat vanille aroma of zo. Ja. Ja, ik ga voor vanille aroma zo. Ja, ik ook. Nou, kijk maar dan. Caramelsigo. Huh? Echt? Ja. Ik vind het lekker. Zo, ik dacht niet. Ja, ik schoot een beetje uit. Isa heeft hem echt best wel lekkere dingen gegund. Hoor. Ja. En straks komt er dus blijkbaar iets te drinken, want ze zei dat een bekertje nou voor te drinken. Jij hebt er toch ook maar één? Ja. Oké. Okay. Ja, maar ik ben echt bang. Ik heb het nog nooit gedronken. Ja. Ik ben echt bang dat het heel vies is. Oh, ja, lekker dan. Tens. Oké, okay. Oh ja, nu ben ik, hè? Ja. Ik heb dit. En dan heb ik weer jullie lepel nodig. Is dus dit van jou hier? Ik heb echt geen idee. We liggen nu weer 2, dus ik heb een groot huis. Het klinkt heel vies wel. Ik wil namelijk mijn verpakking kraken. Hier is. Ja, dank je. Ja, Fleur. Ja, 3, 2, 1. Ja, wat is dit? Is dat die zeezoutboter of zo? Nee, het is geen zeezoutboter. Oh, dit is gewoon pure boterpiet wat jij ons hebt gegeven. Vind je leuk? Gadverdamme, ja. Hoef je dat niet, dat nasmaak? Jawel, oh nee. Is dat het? Ja. Ik weet alleen niet, heb je gewoon... Nee, geen blueband. Dat is gewoon bakpanboter. Ja, met dank aan Sam. Hey Sam, dit dan. Ja. Oh my god, nu komt mijn laatste. Ik denk dat jullie deze namelijk niet zo heel erg lekker gaan vinden. Of althans, ik vind dit niet lekker. Maar jij vond die kaas ook niet lekker en die was het echt niet eten. Nee. Ik heb namelijk als laatste... Ja, hebben jullie me opgehouden? Ja. Ik heb als laatste dit. En ik denk dat ze het echt niet lekker gaan vinden.
Oh, zit er nog een plakkertje op. Ja. Nou, dan is het sowieso saus of zo. Ik zal jullie niet zoveel geven. Lieve van mij. Lieve, kom op je hand. Kom op met je hand. Oké, 3, 2, 1. Bam! Dit is mosterd. Oh, God. Je mag het afdoen. Jullie hebben het goed. Was niet lekker? Nee. Oh, sorry. Ik heb het ook niet helemaal. Ik heb deze zo en ik ging. Normaal doe jij wel uit je mond. Jongen, nee. Ik vond het gewoon al. Oké, nou mijn laatste nu. Oké. Als laatste heb ik deze. En ik weet, zeg maar, het is een drankje. En ik heb het nog nooit zo geproefd, maar mij lijkt het heel vies. Eeuw. Zeker vissen. Gadverdamme, ja, oké, okay, het is heel pie. Is. Oh, volgens mij moet je eerst schudden. Ja, doe maar. Voordat we straks vieze bolletjes krijgen. Gadverdamme. Klinkt dus optimaal. Oké, okay, dit is een lekker. Eeuw, zat er een klontje in? Ik ga dan niet drinken hoor. Is de datum goed? Ja, ik heb hem gisteren gekocht. Gekocht nog wel? Ja, ik heb hem gekocht. Ik moest deze hier. Ja, mag ik eraan ruiken? Nee, een beetje tegelijk hoor. Eeuw, dat is echt. Kan nee, je mag wel ruiken, je mag wel ruiken. Oh, dat is heel zuur. Gadverdamme iets. Wat is dit? Oh, ik weet het denk ik. Oké. Hoef maar. Het ruikt echt naar Jude papje. Nee, ik denk dat dit tomatensap is. Ja. Ja, de tomatensap is lekker eigenlijk. Ik wil het echt niet in. Eeuw, nee, nou maar. Het is wel tomatensap, maar het is niet lekker. Mag ik hem afdoen? Ja. Je hebt me ook zoveel gegeven dat ik dit helemaal ga opdrinken. Gek. Ja, ik ga het niet meer gebruiken. Oh, gadverdamme. Ik zag het liggen en ik dacht, dit moet ik nemen. Ja, hartstikke leuk dat jij dat hebt. Maar voor het niet meer, hè? Kijk, is die vies? Weet ik zelf eigenlijk ook niet, maar ik denk het niet. Ik denk het wel, bedoel ik. Maar ik zal een heel klein beetje doen, echt een heel klein beetje. Ik ga echt over mijn nek van die tomatensap van jou, jongen. Want dit is de laatste, toch? Ja. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Nou, dit is de laatste. Maar ik zal een heel klein beetje doen. Oké, okay, beter voor je leven. Want ik zie nu pas wat erop staat. Eeuw. Nee. Dus je ziet nu pas wat je hebt gepakt. Nee, nee. Ik dacht dat ik wist dat ik had gepakt, maar er zit nog wat extra's aan. Nee. Geen schimmel ook. Nee. En ik zou hem niet, net zoals net, helemaal in je mond doen. Hier. Heel klein beetje doen hoor. 3, 2, 1. Ik weet niet of het lekker is, je moet wel verder. Ja. Is dit rode peper? Zo iets van poeder, ja. Ja, dat is rode peper volgens mij. Doe je dit niet op biefstukjes? Nee, op spitlapjes en zo. Ja, dat. Maar wat, hoe heet dat ook alweer? Gewoon vleeskruiden of zo? Ja. Ja, vleeskruiden, ja. Ja, maar kipfilet en zo. Ja, hier. Ja, jullie denken vleeskruiden? Ja, zoiets. Nou, doe maar af. Het is pikante paprika poeder. Ik had het bijna goed. Ik vond hem niet zo heel pikant hoor. Nee, omdat ik zag net staan, ik dacht dat het paprika poeder was, maar toen zag ik pikant. En toen dacht ik, ja, dan moet ik er niet zoveel doen. En wat vonden we het allervieste? De pesto. Ik vond denk ik wel de file. Nee, de boter. Ik vond de kaas. Oké, en wat vonden we het lekkerst? Ik vond de mango het lekkerst. Oh, ik vond het lekkerst. Is er een mango in? Ja. Mag ik een stukje ietsje? Ja, de eiersalade. Vind je eiersalade lekkerst? Ja, ja, anders doe je vanillesuiker. Maar die is zelf natuurlijk meegenomen. Ja. Is dat het echt zwaar te verduren? Ja. Oké, okay, dit was het einde van de video. Vond je hem nou leuk? Doe dan een
blauw duimpje omhoog. Laat in de reacties onder of je nog vaker video's met deze twee wil zien. En wat voor video's je dan wil zien. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!